Elke 10 minuten een trein. Daar willen ze binnen 8 jaar naartoe. Heel fijn voor treinreizigers, maar vervelend voor automobilisten en fietsers. Nu zijn de spoorbomen in Boksel en Vught al vaker dicht dan open. En als de plannen van het ministerie doorgaan, dan wordt dat in de toekomst nog veel erger. Wat ze daaraan kunnen doen is serieus investeren en een structurele oplossing kiezen. Ja, dan heb je alweer zo'n trein. Wacht maar weer even. Het is maar een vraag. Ja, zo gaat het de hele dag dus door. Ja. Wat zou er nou moeten gebeuren? Structureel investeren. Dus wat we willen is dat ProRail in het ministerie, met name het ministerie, echt serieus geld uittrekt om het spoor of te ondertunnelen of parallel aan de A2 te leggen. Nee, dat is een hele begrijpelijke wens, maar binnen de 4,4 miljard euro die het Rijk heeft uitgetrokken voor het programma Hoogfrequentspoor, is dat red je niet binnen de financiële kaders die wij nu hebben meegekregen. En met die boodschap waren ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet bepaald welkom in Vught. De buurtbewoners waren behoorlijk kritisch. Ze kregen bijval van wethouder Wilbert Seuren. Deze locomotief, dat is niet zomaar een locomotief, maar dat is ook een stressbal. Dus die stressbal, daar moet je dus in knijpen om die spanning een beetje af te komen. En waar ik nou zo bang voor ben, is dat we over een aantal jaren elke Vughtenaar zo'n treintje moeten geven. Als hij weer zo lang voor een dichte spoorbaan moet staan. Of dat hij weer door de goederentreinen wordt belast. Namens het ministerie wilde niemand voor onze camera reageren. Aan de mensen in Vught vertelden ze gisteren dat ze wel mogen meedenken over details. Maar dat de plannen voor de uitgebreidere dienstregeling al wel vaststaan.